Hij wil niet. Dus dan moet ik het zo doen. Ik zal proberen om duidelijk te spreken en aarden. Allemaal welkom op onze kerstviering vanmiddag. Er zijn verschillende mensen die zijn al eens te kijken naar het koude buffet. We hebben ons best gedaan. Jannie, Astrid, Toos en ik. Toos is iets later. En Marina die is nog geweest. Gerard, jij nog meegeholpen. Dus we hebben ons best gedaan. Dat zien we straks allemaal wel. Nogmaals, hartelijk welkom op onze middag. Ik ga eerst direct het verhaal vertellen. Een kerstverhaal. Kunnen jullie het allemaal horen? Ja, oké, nou wel. Ja, ik probeer zo hard mogelijk te praten. Dat zal niet zo heel lang duren, het kerstverhaal. En nadien hebben we eventjes pauze voor iets te drinken. Dan gaan we eten. Er is bol vanmiddag. Er is persikesider, net zoals alle jaren. En dat vinden ze allemaal even lekker. Dus ik zou zeggen, nee, luister even naar mijn verhaal en dan komt het allemaal goed. Mijn verhaal gaat van het jaar eigenlijk over kerstmis in de stad. En voornamelijk op een flatgebouw. In een flatgebouw woonde een dame met haar kindje. Die waren gescheiden. De man en de vrouw waren gescheiden. Ze woonden in de flat. Een man alleen met een dochter van een jaar of 15. Daar had hij ook al moeite mee. Ze woonden in de flat. Nog een bejaarde dame. Die helemaal alleen was. De man was gestorven, de dochter was gestorven. Dan was er nog een oude brombeer die er liep. Een oude man. Die vond het allemaal maar niks. Ja, ik noem maar brombeer. Hè, dus. En er woonde ook nog een jong koppeltje. Bij elkaar, maar dat zat ook eventjes scheef. Het was in ieder geval 23 december en ze moesten alles nog klaarmaken voor de kerst. Er moest nog een kerstboom gekort worden, er moest nog een kerstboom aangekleed worden, er moest nog eten klaargemaakt worden, dus iedereen ging op stap. De ene kwam met een kerstboom thuis, de andere kwam met dit thuis, de andere kwam met dat thuis. Cadeautjes erbij. Goed. Op een gegeven moment, dat jongste koppeltje met haar vriend. Die vriend vond het niks en toen zegt hij, we zullen toch maar een stukje van die kerstboom afdoen, want dat past niet. Dus hij sneed er een stuk over, dat was een grote, die hield nog maar zoveel over. Ja, dus waar moet nou mijn engel komen? Ik heb nog zo'n mooie engel. Nou, zegt hij, die zetten we neer. Ja, wat denk je? Tegelijk naar de grond toe, hè? Kapot. Dus dat zat eventjes heel scheef. Ze zegt, ga maar weg, zegt ze. Ze zegt, je hoeft voor mij geen kerstboom mee te vieren. En hij was weg. Dat meisje, dat vrouwke met dat kleine kind, die was ook een boodschapper geweest. En die had alles in huis gehaald van eten, eten, eten. Dus die begon te werken, die begon te werken. Dit klaarmaken, dat klaarmaken, zus klaarmaken. Hele schalen, hele. Want ze dacht in zichzelf, er moest dus iemand op bezoek komen. Dan heb ik toch voldoende in huis. Oké. Dus zij was volop aan het houden. Zegt haar dochterke ineens, mama, krijg ik nou een cadeautje van de kerstman? Ja, zegt je moeder, ik krijg een cadeautje van de kerstman. En komt papa ook? Ze zegt, ja, maar papa, je weet dat papa een andere vriendin heeft, die ook twee kindjes heeft. Nou, zegt ze, dan komt hij maar eventjes naar binnen, toen komt hij maar even kijken. Ik wil geen kerstmis vieren zonder mijn papa. Die moeder dacht, oh, dat gaat nog wel zitten. Die man met zijn jonge dochter van 15 jaar, vader die had toch de kerstboom binnen gezet en die had wat cadeautjes. De dochter kwam thuis, recht naar de kamer, telefoon, bellen met de vriendin. Komt ze terug. Ze zegt, ik ben weg meteen, de vader. Hij zegt, waar ga jij naartoe? Ik ga de stad in. En ik ga dit en ik ga dat. Nou, zegt hij, als jij dat doet, mij goed, ga maar. Dus wat doet hij? Hij pakt die kerstboom vast op het balkon. Die cadeautjes allemaal in een hoek. Jij ervan profiteren, ik er ook van profiteren.
die bejaarde dame, die er was, die dus weduwvrouw was, die zat in een hoekje, klein kerststalletje, klein kerstboompje, zat ze te denken aan de dochter en aan de man. Hoe zouden hun nou kerstmis vieren in de hemel? Zou het daar ook sneeuwen? En heel gelukkig was ze eigenlijk dat ze daar zo, dus zomaar in een hoekje, zat te genieten van de muziek. Toen was ze die brombeer, die vond het allemaal niks. En die rommel allemaal, en dan moet ze kijken, ik heb heel trappen uit schoongemaakt, en dan liggen er allemaal weer vlimmen van die kerstbomen, en ik snap niet wat jullie doen. Dus die was niks anders dan brommel, brommel. Dan was er nog een koppel die daar woonde. En er was een dame, een heer, een beetje van mijn leeftijd, jong, nee hoor, dat is niet waar. In de 60 zoiets. En die hadden dus een dochter en die was getrouwd. Maar die woonde helemaal in Frankrijk. En ze had gezegd tegen iedere man 's morgens, ga nou die kalkoen halen voor 5 uur. Want dan kan ik hem vanavond helemaal gereed maken, in de marinade zetten, kan ik hem morgen bakken en klaar. Hij komt om 5 uur thuis, geen kalkoen. Zij boos, kwaad. En nou gaat het kerstmis niet doen en voor mij hoeft het niet meer. Maar zit hij, dan hak ik het toch morgen nog het een en ander. Ja, maar dat kan niet meer, want dan zijn er geen kalkoenen meer. Hij zit rustig nou maar, ik ga morgen een kalkoen halen. Dus morgens vroeg, na het eten, hij vlug zijn broek aan, zijn jas aan, hup, om een kalkoen. Overal gevraagd, ja meneer, dat is de laatste kalkoen, die is verkocht. Ja, die is, op een gegeven moment was er nog een klein winkeltje en die had nog 1 kalkoen. Hij zegt, ja, zegt hij, die kon ze om 1 uur halen. Ja, zegt hij, mama, het is nou 5 voor 1, moet ik dan niet 5 minuten wachten? Hij zegt, ja, de klok die loopt achter, zit hij neemt hem maar aan mee. Dus die nam de kalkoen mee naar huis, hij sprong een gat in de lucht. Hij zegt, eindelijk een kalkoen. Komt hij thuis, hij zegt tegen zijn vrouw, ik heb een kalkoen. Zijn vrouw draait de koppel. Hij zegt, kijk dan, ik heb toch een kalkoen meegebracht, voor mij is het een kerstmis. Ze zegt, en die koekjes die ik gebakken heb, zegt ze, hupla, ze gooit ze door heel de kamer in. Ze zegt, voor mij hoeft het niet meer. Ze zegt, ik ben boos en zoek het maar uit. Ja, maar zegt hij, nou moet je eens luisteren, ik heb toch mijn best gedaan en zo. En ik doe toch voor jou alles wat ik in mijn vermogen heb. Interesseer me die zegt, je zoekt het maar uit naar je kerstmis. Voor mij is het geen kerstmis meer. Goed. Nou woonde er in die parochie daar zo een dominee. En die dominee die was pas gekomen omdat de andere dominee ziek was. Dus moest hij invallen. Hoe moet ik dat nou doen? Hè? En ik heb nog nooit gepreekt eigenlijk met zo'n kerstavond. Hoe moet ik dat doen? De bel ging. Zijn vader kwam. Hij zegt, hier zit, hier heb je mijn pakket. Met te preken, kijk het maar na en klaar. Hij zegt, ja, dat is goed, vader, zit hij. Hij zegt, bedankt in ieder geval. Dus die vader gaat weg. Hij gaat zitten, hij denkt, ja. Er komt niks van terecht, hé. Hij zegt, weet je wat, ik ga naar de kerk toe. Kijken hoe het koor er is. Nou was die vrouw met haar kleine kind, die zong ook op het koor. En dan kwamen die leden binnen van het koor en ze begonnen daar te zingen. En de dominee stond zo te kijken. Prachtig, prachtig, prachtig. Want die dominee die had ook een lied in zijn hoofd om dat te laten zingen. En dat mocht niet van de dirigent. Hij zei, bij jou willen zijn aan dit programma en klaar. Enfin, s'avonds, hij dacht, weet je wat, ik ga toch nog eens even die preken doorleven. Dus hij laat die preken over. Het ene gezin was geslapen, het andere gezin was geslapen, die was geslapen, ze waren allemaal geslapen. Alleen die brombeer. En het is nou laat, ik ga toch nog even naar het kerkhof naar mijn vrouw. Dus hij ging op naar zijn vrouw toe en hij komt daar en hij kijkt en er zit zijn dochter. Hij denkt, oh, mijn eigen manier laten zien, komt goed. Dus die dochter die zat er even later, ging ze weg. Ze zei, dag mam, zei ze, fijne feestdagen, ik ga nou weg. En die ging weg. En die man die kreeg tranen in zijn ogen toen hij dat hoorde. Hij dacht, weet je wat? Ga toch maar eventjes zitten daar zo. Eventjes zomaar bij er zitten en klaar. De andere dag, 24 december, was het zover, hè? Kerstavond. Nou, dat jonge vrouwtje met haar kleine kind was volop nog aan het koken, alles klaar. Maar de schalen allemaal klaar. Zo, alles gedekt, alles afgedekt met de folie. Dat staat allemaal klaar. Nou, rond een uur of 4. Toen komt de dominee, die komt eraan. En die dominee, die is aan het lezen,
want dat flinke sneeuwt, ging er onderuit. Hij viel, zijn rug, zijn stuitje. Dan was die jongen van dat jonge koppeltje, die was gekomen, toch met een kerstboom, en die zag dat. Dus die hielp gauw, die dominee, een beetje recht, maar dat ging niet. Hij zei, wacht, ik zal hulp vragen. Dus die duwde op al die knoppen van die flat. De ene komt buiten, de andere komt buiten. En alles weg, alles, iedereen hielp mee met die dominee. Toen zegt die vrouw met dat kleine kind, weet je wat, breng je maar bij mij binnen. Want je woonde toch het laatste. Dus die dominee die ging naar binnen en die legde ze daar op de bank. Nou ja, goed. Toen zei dat kleine kind van jaar 16, kom maar, zegt ze, kom jullie ook maar binnen. Dus heel die groep van mensen kwam allemaal binnen. En toen zegt die jonge vrouw, ik heb toch eten zat, dus we gaan dadelijk zo lekker eten. Ik heb genoeg drinken in huis, we gaan lekker eten, we gaan lekker drinken en klaar. Hos, zegt dan eens dat kleine ding, wat heb je toch een mooie kerststal staan, mama, zegt ze. Van wie is die? Ja, zegt ze, dat is nog eentje van mijn oma en van mijn mama. Vindt het zo mooi, zegt ze. Ja, zegt ze, vroeger speelde ik altijd met die schaapjes. Ze zegt, maar ja, dat doe ik nou natuurlijk niet meer. Nee, zegt ze, die kerststal die moet staan, zegt ze, en we verwachten gewoon het kindje Jezus. Ja, zegt toen die moeder. En die dominee, die hoorde dat. Die oude brombeer, die ging bij die weduwvrouw zitten. Hij zegt, wil jij wat drinken? Ja, zegt ze. Hij ging wat drinken halen. Hij gaf het, nou, ze voelt zo lekker. Wil jij iets eten? Ja, zegt ze. Hij ging terug, hij ging wat eten halen. En ze genoot er zo van. En de ene zat iets te drinken, en de ander zat dit te pakken, en de ander zat dat te pakken. Toen zei de eerst, die tiener van 15 jaar, ze zegt, nou, is dat nou het kerstgebeuren? Er wordt nog ineens geen kerstliedje gezongen. Oh, zei die vader, maar dan zal ik wel eens eventjes veranderen. Die gaat achter de piano zitten en die gaat kerstliedje spelen. Dus iedereen zong mee. En die dominee, die lag daar maar op die bank, hè. En die dachten ze, nee, dan moeten dat er horen. Ze zijn allemaal zo uitgelaten, zo, eigenlijk één groot familiekerstfeest is het nou. Enfin, iemand had dan de ambulancier gebeld voor die dominee, want die moest dan komen. Maar dat duurde nogal lang. En op een gegeven moment zegt de dominee zo, kom eens even, je moet eens naar die oude dame daar gaan kijken. Die beweegt dan een hele tijd niet meer. Dus die dominee, de een van de kinderen, van die dames gaan er naartoe. En toen is de buurvrouw, en de buurvrouw was vertrokken. Toen werd er gebeld. Toen kwamen ze van de ambulance. Ja, zei ze, maar dan kom je wel voor de verkeerde persoon. Want we hebben nou een sterfgeval. En iedereen ging te rond staan. En die dominee die zei nog een gebedje van. Nou is ze bij de man, nou is ze bij de dochter, is ze tevreden, met een lach op haar gezicht, kan ze nou boven bij hun het kerstfeest vieren. Toen was het gezelligheid weg. Maar toen zei ineens dat kleine ding, ja maar zei ze, als nou die oma gelukkig is, kunnen wij toch ook weer gelukkig zijn met ons kerstfeest hier zo? Nou dat was waar, dus eten drinken weer dicht aan. Geo kijkt de dominee op zijn loer. Hij zegt zelf, ik moet naar de kerk toe, want ik moet de dienst gaan doen. Hij zegt, gaan jullie allemaal mee? Iedereen ging mee. Iedereen. Ze hielpen de dominee en die werd toch naar de kerk gebracht. Ja, hij kon moeilijk staan, hij weet dicht allemaal. Hij zegt tegen die dame met dat kleine kind, mag je nou eens iets vragen? En dat is, waarom hang jij nou een appel in de kerstboom? Nou, dat zal ik eens gauw vertellen. Mijn moeder en mijn grootmoeder deden dat altijd, omdat de appel is het symbool van het paradijs. En omdat nou kerstmis is, wordt het ook paradijselijk gevierd. De geboorte van Christus wordt paradijselijk gevierd voor ons allemaal. En dat is de reden. De dominee, die zijn niet veel. Ze gingen naar de kerk toe. Lachen dat voorbeeld hier. Ja, dan moest hij dat rekenen. En wat moest hij nou zeggen? Waar moest hij nou preken? Hij had zich niet voorbereid. En dan staat in het midden van die van de kerk. En zijn beste mensen zegt hij. Zet hem dan maar goed op. Ik ga niet vertellen, zegt hij. Ik ga niet preken. Dan ga ik iets vertellen. En vanavond, zegt hij, ben ik wel onderuit gegaan in de sneeuw. En ik zei daar, zegt hij, toen ze me binnengebracht hebben, allemaal verschillende mensen.
Hij zegt, en wat is het mooie ervan? Iemand met die vrouw. Dat was iemand anders geweest en die had de kalkoen gemaakt, gebraaid en zo. Hij zegt, maar die waren toch weer tevreden. Want die waren toch blij, dat ze toch weer bij elkaar. Maar jong koppeltje was ook weer blij. Nou ja, lekker niet. Wie kan niet? Lekker niet. Waarom vroeg? Die man, die daar piano speelde met zijn dochter van 15 jaar. Dat is niet goed. Dat is niet zo, ja. En daar vertelde dus die dominee zijn preek over dat kerstmis niet alleen bestond uit eten en drinken, maar dat de liefde ten opzichte van elkaar, de gemeenschap van elkaar, het er zijn van elkaar, het accepteren van elkaar. Hij zei, dat is de geest van kerstmis. Dat wil ik jullie geven, zei hij toen. Enfin, de dienst was afgelopen. Hij stond aan de deur. Iedereen zag alle kerstmis te wensen. Iedereen ging naar zijn huis toe. Ze zeggen eerst dat kleine kind. En nu meneer de dominee, waar gaat u naartoe? Hij zei, ik heb het nog even druk. Hij zei, ik kan niet komen. Een paar uur later dacht hij, ja, ik ga toch maar even, want iedereen is thuis, iedereen viert kerstmis, ik ga toch maar even kijken. Dus hij deed zijn jas aan en hij liep door de sneeuw en hij belde aan bij de jonge vrouw met haar kleinkind. Zeg, wie zou dat zijn? Zou dat papa zijn? Nee, want papa die was niet gekomen, die zat bij die andere. Ze deed de deur open, was de dominee. En ze, mag ik nog even bij u komen iets drinken? Ja, zei ze, kom maar binnen. Ze zegt, ik ben heel blij dat u er bent, zegt ze. Dan kunnen we toch nog met z'n drietjes kerstviering doen. En ze, kijk, zit hij. Dat vind ik nou zo mooi. Midden in de stad, waar arm en rijk allemaal samenwonen. Waar iedereen zijn problemen heeft, toch op zo'n moment gezamenlijk iets vieren. En ik denk, beste mensen, dat we dat samen hier ook kunnen doen. Iedereen heeft zijn eigen gedachten, iedereen heeft zijn eigen ding. Hey, één ding heb ik nog vergeten, die oude brombeer, die komt er nog in voor. Weet je wat die deed? Die ging naar zijn kamertje toe en pakte een volle doos met alle kerstspullen en ging naar het graf van zijn vrouw en hij versierde heel het graf met allemaal kerstspullen en allemaal kaarsjes erbij. En hij zat daar op zijn wangetje en toen kwam zijn dochter eraan en die gaf hem een hand. Pap, zei ze, zou mama nou tevreden zijn? Denk het wel, zeg. Het zou het bovenop sneeuwen net als hier. Hij zei, dat weet ik niet. Hij zei, dat moeten we allemaal afvangen. Hij zei, maar we zijn allemaal wel gelukkig. En dat was mijn verhaal deze keer. Het kerstvieren in de stad. Ieder op zijn eigen manier. En tot de zaal.